Dan zit ik wel te kakken, maar het is gewoon altijd zo. Ja, de Ruben zijn er weer en dan gaan we zo lekker eten. We hebben onze huisvriend. Oh, Charlie zit op de bank. Charlie! En deze week echt al een paar keer, dus we hebben echt zoiets van... Oh my god, nee, ik zweer het je. Godverdamme. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat jullie erbij bent. Vorige week was Ed natuurlijk aan de beurt een keertje. Heel leuk ontvangen, dus nou, gaan we vaker doen. Nu ben ik er weer. Ik ben weer een beetje uitgerust en weer een beetje terug op adem gekomen. Het is vandaag vrijdag bij ons. Ik ben lekker vrij. Dus ik ga jullie meenemen dit weekend en waarschijnlijk ook even begin van de week. Ik vond het wel echt even lekker om heel eventjes 2 weken niet te vloggen. Gewoon omdat gewoon even afstand af te nemen is ook goed, denk ik. Maar goed, nu ben ik er dus weer. En Ramos en ik gaan lekker havermoutkoekjes maken. Mama, ik heb havermoutkoekjes niet meer opstaan. Oh, oké. Okay. Ik had net een receptje gevonden van havermouten die je dan in een bakvorm doet. Samen met chocola, et cetera. Dus het zijn niet de allerbeste. En die je dan een paar uurtjes in de koelkast zet en dan daarna kan uitsnijden als repen. Dus die ga ik lekker maken. Nou, Ramos pakt even de rozijnen. Ik ben deze aan het doorroeren. Dit is het pannetje dat we net hebben gemaakt met pure chocola, pindakaas en wat olie. Kijk, goed zo jongen. Ik heb deze kokosolie gebruikt. Zometeen gaat er havermout bij. We doen er nog wat rozijnen bij en dan gaan we het mengseltje maken. Niet stiekem eten jij, hè? En dat ziet er dan zo uit. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij heeft Ramos er alleen niet zoveel rozijnen in gedaan. Maar goed, we gaan het zien. Even goed verdelen nog en dan gaat hij in de koelkast voor 3 uur. Dit is zo'n lekker momentje. Even samen op de bank tv kijken. Ed is naar de kapper. Komt zo meteen terug en dan gaan we lunchen. Dus wij zitten even heerlijk met z'n tweeën op de bank. Nou. Wat hebben wij gezien? Maar open. Heb je voor mij kunnen meenemen? Voor jou, ja, voor jou, alsjeblieft. En dan mag jij je mama geven. Nou, wat word ik toch verwend. Jeetje, Mina zeg. Nou, die zijn wel heel mooi. Nou, dankjewel hoor. Die zijn voor ons, denk ik. Nou, wat lief. Dankjewel, schat. Wat lief. En hij is ook nog naar de kapper geweest, die jongen. Oh, voor jou inderdaad, ja, die bloemetjes, hè. Wauw, ze zijn wel echt heel mooi. Wat een mazzel hebben, ik moet kijken. Oh, ik hou van die kleur. Ik vind deze heel mooi. Oh, kijk nou. Haha, zo lief. Zo, daar zijn we weer, hè. Ik ben net naar de kapper geweest. En hij heeft er flink in gehakt. Ja, gelukkig groeit mijn haar snel, dat scheelt weer. Ik zat net eventjes de reacties te lezen onder de vlog van vorige week. Echt superleuk. Dus ik heb besloten, Kimberly gaat stoppen met vloggen. En dat ik het vanaf nu ga overnemen. Kijk, en wij gaan lekker even lunchen. Hè? Wat heb jij op je boterham? En? Chocopasta. Oeh, kijk lekker. En hij eet een frappy. Met niks eigenlijk bijna niks erop. Erin, want we hebben geen boodschappen in huis, denk ik. Nee. Hey, Poes is er ook weer bij. Hallo, ben je ook weer bij? Hoi. Dus je vindt ze mooi? Ja, heel mooi. Heb ik helemaal zelf uitgekozen. Moet je heel eerlijk zeggen, eigenlijk heb ik deze niet zelf uitgekozen. Normaal gesproken, wat ik altijd doe, is... Oh, ik moet jou laten zien. Oh, hoi. Ja, je moet mij niet laten zien. Oh, wie dan? De bloemen toch? Ja, je mag ook de bloemen laten zien. Nou. Maar vertel. Normaal gesproken kies ik ze altijd uit. En ik kies altijd voor wit. Altijd. Ik vind dat, hoe noem je dat? Een springboeket noem je dat, geloof ik. Hè? Dat je dan uiteindelijk allerlei verschillende soorten bloemen hebt met verschillende soorten hoogtes. Nou, lijkt net dat ik hier heel veel verstand van heb, maar dat is natuurlijk niet. En nu dacht ik... Het altijd als hij overal heel veel verstand van heeft. Eerlijk gezegd. Ja, misschien, maar ik heb ook wel van heel veel dingen best wel veel verstand, toch? Nou, ik moet er altijd wel om lachen met een vriend van Ed. Die komt dus vanavond bij ons en die komt ook logeren en zo. Moet er altijd dus heel erg lachen, want Ed altijd doet alsof hij overal verstand van heeft. Ook van dingen waar hij geen verstand van heeft. En dan moeten wij dus altijd lachen.
Laatst had hij het over een of andere, wat had je het over een of ander dier of zo? Over die koeien. Over Schotse hooglanders en Zwitserse hooglanders. Ja, ik weet daar gewoon wat van. En jij doet dat... Ja, ik weet daar helemaal niks van. Ja. Ik weet gewoon zeker dat het gewoon... Het zijn wel gewoon twee verschillende... Oké. Gelukkig zit hij nog steeds aan tafel. Huh? Dat doet jullie kind waarschijnlijk ook. Als hij aandacht wil. Alles uit de kast trekken. Om aandacht te krijgen. Dan maakt het ook helemaal geen herrie en zo. Kijk, huppatee. Lekker bezig, vriend. En uiteraard, Kimberly is weer in de keuken geweest. En wat krijgen we dan? Dat overal... Dan zit ik wel te kakken, maar ja, het is gewoon altijd zo. Dan, ook als ze gaat koken, ik ben al een soort van tussentijds aan het koken, ben ik al een soort van ook aan het opruimen. En andere dingen aan het doen. En zij laat alles gewoon altijd gewoon staan. En dan nu is ze in één keer boven. En zegt ze, ik ben er boven. Nou, om heel eerlijk te zijn... Niet te nassen. Het is in ieder geval geen echte koek geworden. Het is een beetje kruimelig. Een beetje. Maar lekker, hè? Maar moet je dan zo'n grote bak meenemen voor één snackje? Ja? Huh. Okay. Wat ga je doen met een mes? Ik ben eventjes aan het werk. Vrijdagmiddag, dus ik moet echt even wat mailtjes beantwoorden. Want ik wil eigenlijk altijd met een lege mailbox het weekend ingaan. En tenminste leeg in de zin dat echt alles van vandaag, begin van de middag, sowieso beantwoord is. En dat vind ik gewoon een fijn gevoel, want dan weet ik gewoon dat iedereen antwoord heeft gekregen op hun vraag die ze hebben. Dus daar doen we altijd heel erg ons best voor. Dus Ed is nu met Ramos naar kantoor, even sporten en de mail doen. En ik ben thuis met de meiden eventjes de mail aan het doen. Die gaan zo meteen naar bed en dan ga ik nog een paar uurtjes verder. En dan is het weekend. Oh, die meiden die kunnen echt zo lekker spelen. Echt, dat is zo fijn. Die vinden het gewoon heerlijk met z'n tweeën een beetje aankeuvelen. Lekker hier in dit rommelhok. Heerlijk gewoon. Dan gaan ze allemaal kijken en doen ze kastjes open. En dan gaan ze het afpakken van elkaar. En gewoon heerlijk. Ja, lekker hè? Hi Charlie. Nu eerst even de meiden op bed leggen. Ze gaan nog twee keer per dag naar bed. 'S ochtends rond een uurtje of 10 tot... Ja, de ene keer tot 11 uur, de andere keer tot 11:30, dan weer tot 12 uur. En dan 's middags nog van 3 tot 4 ongeveer. Dat is wel lekker, dus ze slapen echt nog twee keer. Ik hoop dat ze dat nog lang blijven volhouden, want bij Ramos die deed dat dus niet, terwijl hij het wel nodig had. En dat wordt dan op een gegeven moment heel vervelend. Dus ik vind het altijd wel lekker. Dus deze dames gaan even slapen. Lekker met hun flesje nog even in bed. En we zijn weer compleet. Deze dame is weer wakker. Ja. Deze dame ook. Ed is weer thuis. Ramos is er weer. Die heeft een cadeautje uit mogen zoeken van Ed. Dus die is helemaal blij. Hij is lekker aan het spelen met zijn auto en camper. En wij zitten even lekker te chillen, Ed. Oh ja, een camper aan een auto. Lekker, hè? Als jij weer lekker. Zit te kakken. Altijd kakken. Ja, altijd kakken. Jullie hadden beter van de achternaam Kak kunnen heten. Ja, Bobby en Charlie Kak. Ja. En jij trouwens ook. Ze lijken op jou, hè? Dat zie je wel. Hun hele gezicht lijkt op jou en hun manieren lijken ook op jou. Je kilt me bijna, lieve schat. Nou jongens, het is tijd om te gaan eten. Ruben is iets later, dus wij gaan alvast toch maar eten. En we hebben lekker frietjes gehaald. Mayonaise, theesaus. Lekker! Even kijken, waar zijn ze? En toen was deze dame alweer lekker in de pyjama. Ik heb even gedoucht. Het is alweer 10 uur trouwens. En Ed is tennissen samen met Ruben. Die zijn echt om 7:30 of zo weggegaan. En ze zijn nog steeds weg. Dus ik heb even lekker gedoucht. Ik heb een theetje gemaakt. Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Wacht ik nog even een 30 minuten beneden. En als ze dan niet thuis zijn, dan ga ik gewoon lekker naar bed. Maar goed, ik neem aan dat ze zo meteen wel komen. Ik ga nog even tv kijken en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Zo, kijk eens. Een lekker ontbijtje. Alsjeblieft. Ik heb dus echt letterlijk niks meer in huis.
Dus de meisjes die krijgen nu chocopasta. En die zijn echt aan het genieten. Het is gewoon heel grappig om te zien. Lekkere dames. Oh. Oh, dat is een mazzeltje. Ja. Goedemorgen dus. Ik ben me even een beetje aan het opmaken. Ik ga zo meteen lekker sporten. Ed geeft een live workout. Dus die ga ik meedoen. Hij op zolder, ik beneden, Ruben op de banken denk ik. En heb ik even lekker weer mijn sport gehad voor vandaag en voor het weekend. Ga wel vast even opmaken. Lekker. Goed geslapen vannacht. Ik moet vrij krachtig af op je teken. Deze ging er echt bovenin. Dat je aan de bank klaar. Dus weer plan op je hak en zakken. En eigenlijk op je teken. Dat is voor de idee. Leuke dingen. Ja. Beetje afwassen, beetje opruimen. Lekker watertje uitruimen. Wasjes doen. Ja. Dat is wel, als je aan het draaien bent, dan is er altijd een soort van explosie van wat je moet doen. Eigenlijk wel, hè? Ja. Net zijn de boodschappen gearriveerd, die hebben we opgeruimd. Boven ben afgehaald. Beneden even wat kastjes met. Hey! Ramos en Ruben zijn er weer en nu gaan we zo meteen lekker eten. We doen onze huisvriend. Ruben, onze huisvriend. Onze huismaat. Oké, okay, we gaan naar de dierentuin, mama. De dierentuin? De dierentuin? Ja. Hallo? Oh. Oh, Charlie zit op de bank. Charlie! Wat heb je? Zet hem op de bank. Ja, deze gisteren ook al. Hey, Kiki. Gekke meid. Gekke meid, hè? Gekke meid, ja. Is er iemand aan vast? Nou, we stoppen even onze gesprekken. Dan kan ik laten zien wat wij eten lekker. Dit is het. Want die mannen hebben het allemaal over hele rare dingen. Zoals hoe je tweelingen maakt, et cetera, en alles. Dus. Oké. Okay. En toen zaten we in de auto. Want Bobby en Charlie en Ramos die gaan lekker logeren bij opa en oma. Echt al heel lang geleden dat ze daar zijn gaan logeren. Mijn ouders passen wel weer een hele tijd op. Maar ze hebben nog niet gelogeerd. Dus nu... Nu wel. En dat vind ik heel, heel, heel relaxed. Want dan hebben we heel even een beetje chill en een beetje rust aankomende avond en morgen. Maar ook wel weer een beetje gek of zo dat ze dan weg zijn. Het maar goed. Is dat ik ze echt nu al of zo. Ja, dat je ze nu al mist eigenlijk, ja, hè? Ja, ze gewoon erbij zijn. Ik vind het helemaal zo. Het stom is dat je zo uiteindelijk s'nacht misschien wel na een avondje gewoon... Even niks. Een keer uitslapen van niks. Ja. Maar toch? Maar toch, en ik denk dat het iedere ouder dat heeft, denk ik. Tenminste, dat als ik dat zo hoor. Het is zo fijn om heel eventjes gewoon niks. Maar aan de andere kant is het ook weer niet leuk. Dus. Nou, dat is goed van jou zeg. Bij opa en oma vanavond niet uit bed komen. Bij ons wel. Bij ons wel. De meisjes zijn er wel helemaal klaar voor, hè. Lekker schaapjes mee. Deze dame ook. Yeah. Regenjasje aan. Nog steeds een beetje groot. Zo, en toen was het 9 uur 's avonds. Ik zal jullie even updaten, want ik heb helemaal niks meer gefilmd. Maar we hebben de hele middag op de bank gelegen. Ruben, Ed en ik. We hebben lekker gegeten en we zijn een nieuwe serie begonnen. White Lines heet het. Echt super toffe serie op Ibiza. Wel een beetje heftig. En nu gaat Ruben net naar huis, maar hij is dus een autosleutelkaart. Het is gewoon 10 uur en wij komen echt letterlijk net uit bed rollen. Echt, oh, zo fijn. Tot 8:30 geslapen, daarna echt 1,5 uur in bed gechilled met koffie en zo. Of eigenlijk alleen een kopje koffie. En nu gaan we ontbijt maken en gaan we gewoon lekker onze serie vervolgen. Nog een rondje White Lines. Heb ik gisteren gewoon 5 gekeken op 1 middagavond. Dit is echt een soort van unicum, dit doen wij nooit. Nooit. Wij kijken überhaupt niet heel veel tv. Nee. Als we tv kijken dan is het
Ja, één aflevering van iets of zo en dan... Maar nu, en normaal gesproken, we zeiden net nog tegen elkaar, normaal gesproken gaan we echt altijd dan zeggen, oh, we gaan even sporten nog samen, even op kantoor. Maar nu hebben we gisterochtend allebei gesport en deze week echt al een paar keer, dus we hebben echt zoiets van, we gaan gewoon chillen, wel nog even lekker een rondje lopen denk ik, als het niet regent. En lekker ontbijt op de bank en zo, gewoon echt, ja, het straalt er vanaf, de zenheid. Ik had het ook echt even nodig. Ja, ik had gewoon echt even nodig om te chillen en even relaxen en even niks te moeten. Ja, je staat me echt aan te kijken, maar het is gewoon... Nee, ik zit gewoon te kijken naar jouw... mijn verhaal. Jouw mooie verhaal, ja zeker. Ja, het is gewoon echt. Ik vind jouw badjas heel mooi. Mooi, hè? Zeker. Ook goed uitgekozen, toch? Ja. Ja, vind ik ook. Hij is van Tom Taylor. Tommy Taylor. Ja, aanhaler. Ik zal het ondertussen via haar te checken. Niet normaal. Zolang haar, sinds ik jou ken, heb je volgens mij nog... Het komt bijna tot op je billen. Nou, dat is volgens mij vrij overdreven. Maar nou ja. Okay. Het is wel heel lang, maar het moet wel echt geknipt worden. Want er zit totaal geen model meer in. Het is echt gewoon... Vooral van de achterkant. Dus. Een muis. Oh my god, een muis. Nee, ik zweer het je. Ah nee, ik zweer het je. Godverdamme. Er zit hier een muis. Even serieus. En het lijkt nu... Ah, dit meen je niet. Oh, wat erg. Hij is gewoon hier dat kastje ingegaan of daarin gegaan. Oh. Hè? Daaronder. Ja, daar... Hè? Waar? Nee, hier. Oh. Maar hij zit... Oh, wat erg. Oh, dat meen je niet. Er zit daar dus echt een muis in. We zagen hem gewoon hier ineens. Shh, onderdoor. Oké, wij zijn weer... We komen van de muisschrik. Hij is ergens de keuken ingegaan en we hebben hem niet meer gezien. Maar we moeten hier wel echt iets mee, want... Dit kan gewoon niet. Alleen wij vinden het gewoon allebei heel vervelend als we iets moeten neerzetten waar de muizen dan dood van gaan en zo. Dat doen. Maar goed, in ieder geval, we zijn inmiddels weer gedoucht en we zijn klaar om een kindje op te halen. Dus dat gaan we zo meteen ook doen. En verder weet ik nog niet wat de middag ons brengt, toch? Nee, lekker toch? Nee, het heeft ons wel even goed gedaan. Dat we eventjes gewoon lekker met z'n tweeën en met Ruben dan zijn geweest. Lekker uitgerust, een beetje praten over van alles. Over het leven en over wat we wel doen en niet doen. Dus dat is heel fijn. Dus daar zijn we allemaal helemaal blij mee. En nu vind ik het ook weer lekker om de kindjes te gaan halen. En daar zijn alle kindjes weer. Deze twee dames die zijn super moe. Die liggen bijna te slapen in de auto. Dus ga lekker naar huis en dan gaan we de meiden even op bed leggen. Dus eventjes bij slapen weer. Een lekker middagdutje. 2 minuten later slapen ze. Nou, daar zitten papa en mama dan weer lekker op het bankje. Kindje liggen op bed, of tenminste Bobby en Charlie. En Ramos is lekker buiten aan het spelen met zijn vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. En wij wonen echt aan een speeltuintje. Recht voor ons huis. Dus we zitten lekker op het bankje. We hebben lekker wat komkommertjes en crackertjes en zo. En een theetje en een watertje. Dus we zitten best wel te genieten eigenlijk. En Ramos komt dan dus elke keer iets te eten halen bij ons. En dan propt hij het in zijn mond en dan is hij weer weg. Maar wel echt heel leuk. Sinds kort gaat hij dus steeds meer buiten spelen hier. En ik vind hem nog te klein om hem alleen te laten. Want ja, weet je, als hij de weg op schiet en hij, weet ik veel, kinderen achterna gaat. Want er zijn best wel wat grotere kinderen ook bij. Dus dat vind ik dan eng. Dus we gaan er wel bij zitten. Of één van ons. Maar ik vind het wel heel gezellig en heel leuk voor hem. Kan ik iets bestellen, meneer? Ik...
maak momenteel aardappelfrietjes voor jou. Dus dat, oh, ik wou net zeggen, doe mij maar een frikandel speciaal met friet en een nasi schijf. Lekker. Neem, wat maak je? Aardappel? Ja, daar begin ik mee. Ik weet nog niet helemaal wat ik wil qua groenten en dat soort dingen, maar ik ga het van schillen. Ja, we hebben echt heel veel groenten in huis, dus ik zou zeggen, en nou alles door elkaar. Oké, doei. Kijk, papa heeft lekker gekookt. Heb je het al laten zien net of niet? Nee, nee. Oh, kijk nou. Ik had het normaal gesproken met z'n kleuren. Nou, dit is voor de meiden. Even snel, want ze zijn ongeduldig. En dit is voor ons. Oké, dat was het. We gaan eten. Ik heb gewoon helemaal niet meer gevlogd. En nu ben ik alweer in mijn pyjama en mijn badjas. En ben ik alweer eten aan het maken. Maar goed. Ik heb wel trouwens gevlogd wat we aan het eten waren straks. Maar toen gingen de meisjes huilen, dus ik heb het niet helemaal verteld volgens mij. Nu maak ik eventjes lekker dingetjes voor op de bank. Sinaasappeltje en zo. En ja, Kees ligt op bed. We hebben even wat dingen gedaan voor werk. Even een planning gemaakt voor de aankomende week. En nu is het tijd om weer White Lines te kijken. We hebben nog 3 afleveringen. En ik wil er eigenlijk max 2 kijken vanavond, zodat we er morgenavond nog 1 hebben. Wat vind ik dan toch leuk of zo. Dus ik maak even snackjes. Een sinaasappeltje. Gewoon wat rozijntjes, crackertjes, theetje. Maar even normaal. En dan nog even chillen voordat we weer lekker rusten. Zo, en toen was het alweer maandag. Ik heb vanochtend Ramos had ik in het dagverblijf gebracht en lekker eerst met de kindjes gekroeld in bed en koffie gedronken en zo. Ik had echt heel onrustig geslapen, Ed ook. Ik had allemaal over die muizen gedroomd en volgens mij heb ik ook iets te veel serie gekeken, want in mijn hoofd bleef het maar over uren draaien over van alles en nog wat. Heel irritant. Dus, laten we zeggen dat een heel weekend series kijken echt heel chill is, maar niet het beste voor je hoofd volgens mij. Normaal doen we dat eigenlijk bijna nooit, dus ik ben het ook gewoon niet gewend. In ieder geval, nu ben ik dus weer op kantoor. Eigenlijk de hele dag werken. Het weekend heeft me wel goed gedaan trouwens. Ik merk heel erg, weet je, Ed en ik zijn altijd van de plannen en van de leuke dingen bedenken en dromen over de toekomst. En als je heel erg druk bent met van alles en nog wat, dan schiet het er soms een klein beetje bij in. En nu kregen we weer wat rust en hadden we weer wat denk- en kletsruimte. En dan merk je toch dat je weer gewoon dat soort dingen bespreekt en zo. Dus dat vind ik heel fijn en heeft me goed gedaan. Nu ga ik werken, dus ik ga ook meteen de vlog afsluiten. Want dan komen deze beelden ook weer gewoon lekker op tijd op vrijdagochtend om 6 uur online. Oké, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zou het ook wel leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Ik zeg dat niet heel vaak, maar ik vind het wel leuk omdat ik merk dat heel veel mensen die kijken niet geabonneerd zijn. Dus klik even op abonneren en dan alvast dankjewel. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!